Goedemiddag sportvrienden, we zijn hier bij Piet van Bladel die zich even voor gaat stellen. Ik ben Piet van Bladel, ben 67 jaar. Mijn beroep is tuinder en marktkoopman. Mijn hobby is te postduiven. En hoe lang heb je al postduiven, Piet? 54 jaar. 54 jaar? Ja. En je zit bij welke vereniging? Nooit gedacht in Haarzee. Nooit gedacht in Haarzee, mooie vereniging. Wij bestaan over 2 jaar, 50 jaar. En voor die tijd zijn wij bij de Zwarte Geus in Vlijmen. Oké. Okay. Voordat we je zelf opgericht hebben. Oké. Ja. Okay. Piet, wat is jouw specialiteit? Met de duiven? Vitesse Midvond. Vitesse Midvond. En gaat dat een beetje? Nee, het jaar niet. Afgelopen jaar niet goed. Ik heb jaren goed zat mee kunnen. Ik heb een beetje moeilijke tijd gehad. Heel veel af van de hoofd volgens, maar ook... Vooral enkele jaren teruggeleken en privé al een beetje moeite gehad, als een van mijn zonen is verongelukt, die mee in de zaak zat. Toen waren ze samen in de zaak en toen wou ik er zelf zacht aan uitstappen. Maar ja, één alleen kan dit niet, dus ik ben blijven werken en ja, werken en duiven samen, dat is niet altijd precies wat het zit. Nee, dat was heel druk. Dan komt wel eens tijd tekort. Ja. En dat was bij mij dus ook. Ja. Piet, wat voor prijs heb je allemaal gehaald in jouw loopbaan als duivenliefhebber? Nou, kampioenschappen? Enkele. Ik heb enkele heel goede offers gehad, die nog als een keer de eerste pakte. Die 12, 14, 15 kopprijs bij jou konden spelen. Daar heb ik dus niks van over. Heb ik ook niks meer door kunnen kweken. Zelf 3, 4 heel goede gehad en die ene goede eruit kunnen halen. Nee. In al die jaren niet. Ja, elke duif kweek niet. Nee. Ik heb het jaar ook veel duiven gedraaid, maar allemaal achteraan. Ja. Op tweede blad, op tweede, ja, tweede helft. En wat is veel duiven? Hoe groot is jouw kolonie? Ik speel een zomerdag gemiddeld met 100 duiven. 100 duiven? Ja. En jongens soms nog wel eens een paar meer. Zo? Ja, ik heb wel een klatje mee. Ja. Dat is wel een voordeel als je een klap meegeeft, hè? Want dan vliegen ze in ieder geval in een groep richting huis. Maar hoeveel duiven heb jij dan? Ik heb er al 140 nog. 140? Ja. Zo, dat is niet mis. Ja, ik heb er toch 50 minder dan vorig jaar de winter. Ja. Ja, en wat voor rassen heb jij op het hok zitten? Mijn is hoofdzakelijk Borgmans en de duiven van Jan Dekker, het Amersfoort afkomstig vroeger nog. Ja. Dat zijn eigenlijk wel mijn beste duiven hoor. Ja, en dat is puur Vitesse Midvond? Dat is puur Vitesse Midvond. Ja. En nu zijn we dus bezig met wij dagvondduiven. En, gaan we komend jaar proberen. Ja. Ik moet een paar koppelen halen bij Corné Jansen, dat zou ik wel van gehoord hebben, Helvert. Ja. Heel goed liefhebber. Ja. En ik kreeg er een paar wat George Schenk dus. Ja, dan ga je wel worden dadelijk. Ja, we gaan het wel proberen. Ja. Ik wil nog 1 jaar blijven werken, maar dan stop ik er definitief mee. Dan zeg ik, onder de 70, dat is mooi geweest. Ja, dat is zeker. Ik heb van mijn 10 af gewerkt dus. Ja. En 100 uur in de week, hè. Oh, dat is wel heel veel. Ja, en nog. Dat is wel heel veel, ja. S'meers 5:30 beginnen, s'avonds klaar. Ja. En dan blijft er voor de duiven maar weinig tijd over. Ja, te weinig eigenlijk. Ja, te weinig. Maar dan gaan we dus over 2 jaar kunnen we jou begroeten als een kampioen. Ik zal het wel proberen. Ja, ik zal het wel proberen, ja. Vol blijven houden. Ja. Vertel eens wat over jouw hokker. Totale lengte aan hok, wat voor afdelingen? Ik heb mijn lengte hok is 2x12, 24 meter. Ja. En dat is verdeeld in? 8 vakken. 8 vakken? 8 afdelingen? Ja, 8 afdelingen. Ja. Want van 2 in de ren, 2 afdelingen voor de kwekers. Ja. 1 hok voor de vinnen. Ja. 2 hokken voor de jong en dan voor de winnaars. Ja. En ook al komend jaar ook, zijn we aan het veranderen. Gaan we met de vinnenwetenschap vliegen, maar anders denk ik dat afgelopen jaar gedaan hebben. Ja. Dat was me niet bepaald, dat ging niet. Kon ze niet geschaaien houden. Ja. Het waren net leghorns. Ja. En daar komen ze niet meer, hè. Dat doen ze niks meer. Nee, dat komen ze niet, dat klopt. Jouw verzorging van de duiven, hoe begint dat op de dag? Nou, dat is al hoe druk ik het heb. Oh. Voeren, drinken, komt mijn nodig tekort. Maar de hokjes gaan maken, ja, dat blijft wel zo heel lang liggen. Ja. Dat vind ik dus niet zo'n drama, als het maar druk is. Ja. Maar ja. Ik voer wel zo'n morgens om 5 uur, maar ook wel s'avonds om 11. Ja. Dus met mijn werk zit dan, kijk, en dat is al niet ideaal, hè? Nee, dat is niet ideaal. Nee. Dat klopt. En wat heb jij een bepaald geheim qua voer of zo? Nee. Ik voer je de beste voer dat er is. En dat is? Mest van teurlings of havens, maar mest teurlings. Van teurlings. Vliegkweek,
Ja. Of vliegvoer in de zomerdag. Ja. Maar altijd goeie voer. Ik heb altijd geen, ik heb zelf ook geen goeie eten. Ja, ja. En mijn duiven ook. Ja, ja, dat moet ook, hè. Juist. Ja, en bijproducten. Doe je wat in het water? Geven ze medicijnen? Roodste en grit krijgen ze. Ja. Dan krijgen ze dan een emmerke, daar gooi ik dat erin. Dat zijn van de bakken wat tuurlijk. Dat is bij mineraal en bij grit. En, ja. Ja, dat krijgen ze. Dus ze worden geënt tegen paramix. Ja. Ook de niet-vliegers? Allemaal. Allemaal. Laat enten, laat ik alles enten. Ja. Ik wil bij die paar kwekerschips zitten die ellende niet hebben, krijgen. Nee, nee. Ik heb het zelf gelukkig nooit gehad, maar ik heb het de jaren 4 geleden op een hok gezien. Ja, heel erg. Nou, ik vond dat ze vier zo goed om de nek aan. Ja. Vreselijk. Ja. Ja, en we hebben elk voorjaar geënt dus, voor het kweken gingen we enten, en nu hebben we geënt. Dat hebben we gewoon anders gedaan. Ja. Ik vind het een nadeel het voorjaar enten gaan kweken zijn, dan moet die duif van de nest gehaald worden met de jongen eronder. Ja, dat klopt. Ze komen hier allemaal om te enten. Ja. Vers komt hier bij mij, dus dan zeg ik alles klaar, dan komen ze allemaal met z'n hier. Komt hier dan de arts ook naartoe? Ja. Oké. Okay. Kijk, dan doen ze mee mannen stuurwaard enten, dat is een stuk goede kopper. We hoeven ook geen voorrijkosten betalen. Nee. En naast moet er allemaal binnen de VS en er komt er ook niet van terecht, want dan blijft zelfs ook hangen. Ja, 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 ja. En dat hebben we al enkele jaren gedaan, en mijn jongduiven ook straks. Hè. Ja. Komen ze allemaal binnen hier, dan is de VS zeg, nou, 2 uur is hier, mekaar helpen, in een uur zijn ze al weg, een uur van de half. Je moet het met elkaar doen, hè? Ja. Duivensport, hè? Ja. Nou, maar daar hebben we wel verder in hier, hoor. Ja, ja. Buiten gewoon. Ja, nou, dat is alleen maar mooi. Ja. Maar even terugkomen op gebruik van medicijnen of zo. Je doet, de mijn krijgen 2 keer per jaar een geelkuur. Dus hij zei, ze dacht, de broeien eerste keer. En de jongen ook. En dan zo om de 4-5 weken een keer een paar dagen. Ja, ja. Want dan kun je niet buiten, hoor. Nee, nee, nee. En wat gebruik je dan? Met van de weert. Ja, ja. Ja. Ja, en doe je ook nog iets gebruiken voor het inmanden? Nee, nooit. Nee, nee. Nee, nooit. Nee, nee, nee. Het voeren op de dag is 2 keer, heb je gezegd? Ja. Ja, en dan... De weduwnaar speel jij of speel jij ook met de duivinnen? Nee, nou ga ik komend jaar wel doen. Met de duivinnen ook wetenschap spelen. Ook met duivinnen? Ja, dus ja. Dus dan krijg je nog behoorlijk drukker. Ja. Ja, nou dat weet ik niet. Ik heb er de broeihokken gaan eruit. Er komen allemaal kapelletjes nou in de hok. Ja. Dat is een beetje makken van elkaar. In een hok kun je ze niet van elkaar hebben die verrekken te winnen. Hè. Nee, nee. Kijk, heb ik al veel melkers wel eens gevraagd. Hoe doe je dat? Hij zei, ja, maar dat is heel simpel. Hij zei, niet voeren. Ik zeg, ja, dan kun je toch niet meer vliegen, jongen. Nee. Ze maken mij toch niet wezen dat je heel erg gevoeid tegen dat soms met prijs kunt vliegen. Nee. Ik weet wel oplossing voor. Dus ga een rooster plaatsen en dan gewoon voeten bakken en dan die duif op de schapjes laten zitten. Juist, juist. Dat gaan wij dan ook doen. Ja, dat kunnen we niet met elkaar doen. Maar dan zeg je goede broeihokken, dan houd je ze niet, mijn duif tenminste niet. Nee, nee, nee. Nee. Nee, dat moet je zien te voorkomen, hè. Ja. En jouw doffers, die trainen goed? Die trainen goed. Trainen buitengewoon. Ja, ja. Nooit geen ziektes gehad, zo tussendoor? Zelden of nooit, ja, nee. Nee, nee. Dat is 2 jaar geleden heb ik er 1 opgeruimd voor paardentyfus. Maar dat was het eerste die ik ooit gehad heb. Oh. En nee. Hoe kenmerkte zich dat? Een bult op de vleugel, hè. Ik ben naar de veearts geweest, laat onderzoeken, hij zei, dit is paardentyfus. Oh. Dus hij zei, alles kuren, dat heb ik ook gedaan, en goed erbij. Ja. En dan die zit hij, ja, hij zei, ik zeg, dan weet ik het wel. Oh, dus ja. Ja, we gaan opruimen. Ja, ja, ja. Ik vind het risico voor te groot. Ja, en zeker als je zoveel duiven hebt, hè? Ja. Het is een heel onderhoud met zoveel duiven. Het is voor mij een hobby en toch ga ik geen ze goed komen. Ja, ja, maar dat willen we allemaal wel. Ja, daar hebben we duiven. Ja. Daar hebben we duiven. Kijk, en als we elkaar allemaal wel gunnen, dan is het alleen maar een hele mooie sport. Daar hebben we het. Daar... Af, als je van goede liefhebbers ook nog duiven krijgt, dan moet er toch iets uitkomen. Ja, maar dat komt al, dat maakt me niet zo zorgen over. Nee, 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 nee. Maar ik zeg, het laatste jaar ligt niet aan mijn deur, maar het ligt op zaken aan mijn eigen. Ik heb gewoon te weinig tijd en geen regelmaat. Ja. De aanloop naar de vlucht toe, hè, door de week. Hè. We beginnen vanaf de maandag. Dan is het gewoon. Wat geef je duiven dan? Of, nee, stel we pakken eerste zondag met thuiskomst. Krijgen ze volle bak. Volle bak. Krijgen ze nog iets extra's bij? Nee, nee, een goede volle bak voor je. Oké. Okay. En dan op de maandag? En dan maandag, dinsdag, woensdag, aanmerkelijk minder. Halve bakje. Maar wel niet te veel. Zal, nee, maar dan gooi ik nog wel een soort. Wat, nee, nee, van half is. Die eetmengeling? Ja, juist. Die, ja, die voel ik nog wel eens een beetje bij. Ah, okay. Een paar dagen, ja. En dan ga ik weer naar het vliegvoer. En dan de losse dag voor die man de volle bak. Volle bak, ja. Ja. Gebruik van pinda's? Nee, dat zeg je in jouw medemachine. Snoepzaad? Dat wel een beetje, maar dat krijg je bij een heel jaar deur wel een klein beetje. Heel jaar deur? Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Oké, en jouw drinkwater heeft niet elke dag een andere kleur? Nee, die kreeg helemaal geen andere kleur. Nee, ja, ja. Nee, daar hou ik niet van. Oké. Als er een ziekte zijn, dan moet ik. Ja. Maar nee, ik vind het zo. Kijk, als je wat medicijnen aan elkaar hangt, dan ga ik eruit. Ja, ja. Want dat is geen duivensport. Nee, dat is geen duivensport meer. Piet, met de kweek. Kweek jij uit alle duiven of heb jij vermeerderaars, kweekkoppels? Nou, echte kweekkoppels niet. Maar ik kweek wel met alle duiven. Van jong tot oud. Kijk, want ja, wij zijn een kweekkoppel, een toevalskoppel. Ja. Zeg ik, dat is een kweekkoppel. Ja, dat is, ja. Als er één melker komt die tegen mij zegt, als je die bij elkaar houdt de goeie uit, dan wil ik hem graag betalen. Ja. Die zijn me nooit gaan tegenkomen. Nee, dat gaat niet vanzelf. Maar een gelukskoppel moet hebben. Ja, en dan doe jij een dubbele ronde kweken? Of, Nee, met de vliegers één keer één ronde. Ja. Dan lijkt aan de hele toon te samen maar één jongen brengen. Ja. Maar de kwekers moeten gewoon twee brengen. Ja. Die vastzitten. En hoeveel vliegers heb je eigenlijk? Ik vlieg mee totaal mee 100 duiven. Ja. Oude, 100 weduwnaars? Nee, 50 weduwnaars, 50 te winnen. Ja, dan is dit aankomend jaar pas voor het eerst aan. Ja. Maar dat verloop je er meer, trak in de 70 weduwnaars. Maar dat heb ik niet lukt, maar dat was te veel. Daar kon ik niet meer bijbenen. Dat is een heel aantal. Ja, daar kon ik niet meer bijbenen. Dat zijn een hoop zakken voor zo in de maand. Ja, ik vind dat bij mij niet zo'n ramp. Nee, maar ja, de duivensport is toch duur, hè? En het is duur en ik heb een goed bedrijf achter bestand, dus ja, maar de zaak voer je meer met... En een goede sponsor. Ja, maar ik moet maar zeggen, voor de gewone normale werkmens kan dat zo dus niet. Is dat gewoon voor duur. Ja. Piet heeft voor ons ook niet zo'n hele leuke mededeling. Nee, dat de vlieglijn verantwoordde, helemaal oost de vlieglijn, vind ik een schandalige zaak voor ons hier. Daar zijn we jaren over aan het vechten. Ja. Nou hebben we enkele jaren hebben we de middenlijn en de westenlijn, dat ging behoorlijk. Als wij terug moeten naar helemaal de Oosterlijn, dan zie ik er heel deze doek wegvallen, dadelijk in de mulle tijd. Ja. Dan gaat alles via Limburg. Ja. Dat is juist niet goed. Nee, dat is voor ons niet goed. Nee. Kijk, dat verrast me al, God toch wel. Ja. Als ze durven achterheen komen. Ja. Kijk, maar dan krijg je het. Ja, jij zult het net zo goed weten zeker. Ze durven achterheen komen, dan valt de deur naar Rosmalen op een langere afstand als bij ons hier. Ik vind, ja, wij hebben de laatste jaren konden hier echt goed zat mee. We hebben het jaar heel goed gespeeld in de kring. Ja. Maar als wij het Oostlegen vliegen, dan zullen we weer terug moeten. En ik ben bang dat dan die paar jongeren liefhebbers toch afvalken hier. We zijn nu op de afdeling van de doffers. Hier komt straks weer de winnaar. Die halve van de ruik. Ja. Hier komen aan de kapelletjes. Ja. Ik heb vorig jaar even gevlogen dat ik de winhak op de hok schieten, maar die moest dan loslaten en hier vangen en weer terug naar daar en heel oud en gevangen hele week. Nou, we staan hier op het hok van Piet en we bekijken eventjes zijn hokje van binnen. En een paar van zijn favoriete duifjes die hier heeft zitten, die het volgend jaar toch echt moeten gaan maken. Dat is wat doof voor ze. Die zullen er wel bij zijn. Ze zien er in ieder geval hartstikke goed uit. Piet, bedankt. Geen dikste dank, jongen. Graag gedaan. Voor je mooie reportage. Graag gedaan. En, veel succes verder.